Ja, we staan hier bij Tori van der Perre. Tori is al verschillende jaren actief in de sport en ook wel op het hoogste niveau. Al verschillende keren Belgisch kampioen geworden. Hoeveel keren is dat nu al zo gebeurd? Het is al 10 keer zo gebeurd. Ja. En vandaag kan je een nieuwe titel pakken of toch zeker het podium? Toch zeker een podium. Het is een strijd tussen mij en Elke, maar ik denk dat eerder een podium wil zijn, omdat Elke is toch een paar klassen te sterk voor mij. Dus ik zou content zijn als ik het podium haal. Ja, maar een tweede plaats na Elke is ook al eigenlijk een hele, zo goed als kampioen zijn in feite. Ja, ja, je mocht, ik moet niet wenen, zal ik zeggen, als ik na Elke ben. Ik ben al gewoon van vorig jaar eigenlijk, dus ik zou content zijn als ik toch tweede ben en dan toch nog achter Elke. Dat is voor mij geen nederlaag, een beetje wel, maar... Volgende week dan is er eigenlijk een thuiswedstrijd voor jou, het EK en Dessel. Daar zijn de verwachtingen nog wat hoger, denk ik. Ja, het is een thuiswedstrijd. Het is mijn thuisparcours. Ik zit er ondertussen al na 13 jaar in de club. Dus het gaat heel spannend worden, ook omdat ik Elite Women rijd. En voor je eigen publiek is het toch nog altijd wat anders dan dat je bijvoorbeeld in Duitsland of zo rijdt. Dus ik ga mijn best doen. Maar je bent dat soort wedstrijden gewoon, veel publiek, veel ambiance, extra spanning, daar ben je al mee vertrouwd? Ja, ik ben er wel mee vertrouwd, ook omdat ik al jaren EK rijd. Dus ik ben het telkens aan wel gewoon van zo overweldigend te worden van eigenlijk een EK. Maar ja, nu is het in Dessel, dus thuisparcours. Dus dat gaat voor mij heel leuk worden, denk ik. En ik ga er zeker van genieten. Ja, zeker doen. Elke was onderaan het zeggen, de story natuurlijk. Tori, en ook dan een paar weken later is het WK. Ga je daar ook naartoe? Dus dit jaar wel overzees? Nee, ik ga dit jaar niet naar het WK. Ik heb besloten om het voor dit jaar een beetje rustiger aan te doen. Dus het is, ik ben wel geselecteerd. Ik zou er natuurlijk wel heen mogen gaan, maar het is niet dat maar €50 voor een ticketje is, dus het is een beetje te duur voor eigenlijk misschien alleen maar een kwalificatie te rijden. Dus dat is voor mij wat duur uitgekomen. Ja. Maar dan natuurlijk gaan we helemaal terug Europees rijden volgend jaar, het WK Rotterdam. En dan hier in Zolderen in 2015, daar moet je normaal weer al wat sterker zijn. Ja, dan moet ik natuurlijk sterker zijn. Ik zal er ook op trainen. Dus we zullen zien volgend jaar. En dan ben ik derde jaar elite. Dus, ik denk dat ik moet er gewoon altijd voor blijven trainen. En als ik het wil en als ik de mentaliteit heb voor het te willen en voor te winnen, dan denk ik dat dat allemaal wel moet lukken. Dus ik ga niet zeggen dat ik wereldkampioen ga worden, maar kwalificatie gaat voor mij dan toch wel het hoogst mogelijk zijn. Dus. Ben je daar nu fulltime mee bezig of ga je nog naar school? Ik ben nu afgestudeerd. Ik ga nu waarschijnlijk naar de hogeschool gaan, dus dat gaat voor mij een beetje een combinatie worden van de twee, dus we zullen nog zien. Wat ga je studeren? Ik ga leerkracht lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie studeren, ook omdat ik zit al zoveel jaar in de sport, ik doe al zoveel jaar topsport en ik ben daar gewoon. Ik kan niet op een bureau zitten of zo. Ik ben afgestudeerd als grafisch ontwerper. Iets wat aan mij wel ligt, maar dat ik niet als job zou willen doen. Dus ik ga nu iets verder in de sport gaan. Ja, eigenlijk een logische stap in de richting hallo als je zelf in een sport zit. Tori, nog heel veel succes vandaag. We zitten eigenlijk op een paar uur van de eigenlijke finale. En we hopen voor jou dat het toch wel een podium wordt. Hè. Ja, dank u.